Hey, hallo. Hallo. Hey. Wij hebben gisteren dit briefje onder onze ruitenwissers gevonden. Ja, leuk, hè? Ja, dus we wilden even komen kijken. Dus hier zijn we. Komen doen? Ja. Ja. Als we een tip krijgen, dan komen we eraan. Hallo. Goedemorgen. Ja, wij hebben een briefje gekregen. Ja, dat was Sydney. Nou, en dan komen wij er naartoe natuurlijk. Ja. En dan zijn we heel benieuwd. Ja, loop maar even mee. Ja, dat gaan we doen. Ook van wol. Ja, helemaal van wol. Dus je hebt verschillende manieren van wol bewerken. Je kan het met een naald doen. Dit is met een naald gedaan. En je kan het ook met water en wrijving en zeep. En dat doet u? Ja. Hoe lang bent u daar dan mee bezig geweest? Nou, dit is ongeveer een half jaar werk. Ja. Dit is echt een naald. En aan die naalden zitten allemaal haakjes. En die nemen de draad nemen die in het werk. Maar die nemen de draad weer niet mee terug. Dus dan wordt het eigenlijk een beetje een soort van knoopje. Maar dan heel groot. Zo. Gaan we net al ontbijten? Ja, nee, natuurlijk. Zondagochtend, daar hoort een ontbijtje bij. Ja. Nou, ik zei net al, je kan het dus met water en zeep doen. Maar je kan het ook. Deze manier is eigenlijk een beetje een combinatie van water en zeep en met een naald. Dus dit is echt 3D, zal ik zeggen. Oké, nou, we gaan naar het meisje met de parel. Met een echte parel ook. Ja, ja. Ik was er ongeveer een jaar mee bezig en toen dacht ik van, nou, dit klopt iets niet. En om dan alles weer uit te halen. Of het aan te passen. Ja, dus ik ben opnieuw begonnen aan de achterkant. Maar wat klopte dan niet? Ja, ik weet niet. Ze zag er niet goed genoeg uit. Dus ik ben opnieuw begonnen en toen is het dit geworden. Ik vind het prachtig. Ja, als je wil, je kan voelen. En ja, van dichtbij. Want heel veel mensen denken van ja, dit is geverfd of zo. Ja, ja. Nou, inderdaad. Want het ziet er echt niet uit als wol. Nee, hè? Nee, het is echt wol. Nou, oké, ik ga het ook even aanraken dan. Dat is heel apart. Bent u nu ook nog met iets bezig? Ik ben bezig met onze hond. Die is vorig jaar in november overleden. Je bent mee bezig en er is iets wat niet klopt. Ik zie dat het oog een beetje meer naar beneden moet. Maar dat zie je niet op het moment. Of dat zie ik dan niet op het moment. En dan laat ik het weer eventjes een paar weken staan en dan loop ik voorbij elke keer en dan zie ik van, hé, dat klopt er niet. Nou, en dan kan ik het uithalen en dan begin ik weer overnieuw. En wat ik voor haar wil gebruiken, is ik heb een ring. En dat is dan bevestigd aan een ketting. Ook allemaal van wol gemaakt. En daar kan je allemaal etherische olie op druppelen. Daar zit een plukje van haar in, een fotootje en een beetje as. Dus dan een soort van herinnering. Ja, een soort monumentje. Ja. Ja. Hoe noem je het nou eigenlijk? Is het een schilderij of eigenlijk? Nou, laatst zei iemand van, het is een wolderij. Dus dat vond ik ook wel heel grappig. En dit schilderij van wol heeft dus ook naast de echte het meisje met de parel gehangen. Ja. Ja, Sydney die had gebeld en geregeld en toen zijn we dus uitgenodigd om daar bij het echte meisje om daar naast te gaan staan. Ja, dat was echt heel bijzonder. Ja. Ja. En als ze zo naast elkaar hingen, zag je dan ook verschil? Ja, want het echte werk is natuurlijk een stukje kleiner. Maar ik kwam eigenlijk toen ook wel tot de ontdekking van, goh, het is toch eigenlijk wel heel goed. Ja. Ja. Nou, dankjewel hè. Fijne dag. Graag gedaan, tot ziens. Waar zo'n briefje al niet goed voor is. Ja, hè? Hey. Super. Doeg. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!